Helemaal leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Chrisje. Het is dinsdag. En ik heb echt jeuk bij mijn oog. Waarom altijd als ik begin met vloggen? En ik ga dus zo naar school. Mijn eerste 2 uur zijn uitgevallen. Vandaar dat het dus ook gewoon zo mooi licht is. In huis. En nou ja, ik ga dus zo naar school. En vanmiddag ga ik een trui halen die ik gezien heb. En ik vind hem zo ongelooflijk leuk. Dat ik er gewoon... Als ik hem niet heb, word ik gek. Dat is zo'n ding waarvan ik voor de rest van mijn leven spijt heb als ik hem niet gekocht heb. Net als bij een... Ik had een zilveren jurkje ooit gezien, die heb ik niet gekocht. Heb ik ook spijt van dat ik hem niet heb. En ik heb nog zoiets met een ander jurkje, maar die was zwart. Precies hetzelfde verhaal. Dus we gaan de trui maar even kopen voordat ik spijt heb. We zijn op school. Nou ja, we staan voor school. Er was een brandoefening alweer. Ik weet niet of jullie een vlog van een paar maanden geleden kunnen herinneren. Toen stonden we aan de overkant. Nu moesten we de school uit, dus nu staan we hier, helaas. Jij nog de toe? Ik wil naar binnen. Ik heb het koud. Ik heb je jas dan aan. We hebben pauze. Nou ja, eigenlijk niet meer. We hebben over een minuut geen pauze meer. Maar onze leraar is er nog niet. Oké, jongens, ik heb iets gekocht. Een trui. En ik loop nu naar huis. En daar ben ik eigenlijk al hoort van. En hier heeft het dus blijkbaar geregend of gehageld. Maar bij mij in de stad dus niet. En nou ja, ik ben dus thuis. En school is wel leuk, alleen heb ik Robert eigenlijk niet echt gezien. Want we hadden andere lessen en brandoefening natuurlijk. Maar verder was het wel leuk. Beetje saai, beetje vermoeiend. Hola! Hey jongens! Ik denk dat dit ongeveer een wekelijks probleem aan het worden is. Dat ik vergeet dat ik een vlog aan het maken ben. Dus het is... Ik begon dinsdag, het is vandaag zondag. Maar om het op te lossen, ik heb een aantal snapfoto's die ik zo laat zien. En er zit er één tussen met dat ik hem weer gesneden heb. Nou, daar is nu echt bijna niks meer van te zien. Ik bedoel, het is dit. Het is een snee, verder niet. Maar met een avocado. Dus als tip, als je een avocado hebt en je wilt de pit eruit halen, let altijd op de pit en de avocado. Want als die heel zacht is, snij je in je vinger. Wat is er? Het is een avocado en geen advocado. Dus even nog een tip. Als je de groente wil kopen en je moet er naar vragen. Het is een avocado. Jullie hebben gezien dat ik die trui gekocht heb. Maar nooit gezien hoe de trui eruit ziet. Dit is trouwens ook het laatste wat ik ga doen voordat ik de vlog ga afsluiten. Maar dit is hem. Ach, dit werkt niet zo. Hij is dicht. Kijk. Dit is hem. Hij was dus van de CNA en hij was 20 euro. En ik ben er zo blij mee. Hij is ook zo lekker zacht. Hij is niet heel dik, het is een zomertrui. Maar hij is wel echt heel lekker zacht. Hij zegt dus net. Dit is het laatste wat ik ga laten zien. Daarna sluit ik mijn vlog af. Vergeet ik hem af te sluiten. Dus hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. Abonneer op mijn kanaal en dan hopelijk tot volgende week.